De que o gravasse a nojen Massa pemba a nojen Begadoti a nojen Na tampum fuiala Ziek zijn is geen keuze. Kiezen voor goede zorg is dat wel. Huisartsen Spoedpost Suriname heeft een samenwerking met alle verzekeraars en is er voor al uw zorgvragen. Spoedzorg leveren is onze passie. Voor u zorgen is onze nobele plicht. De huisartsenpost is er voor huisartsenspoedzorg in de avond, weekend en nachttijden. Ons medisch team is op alles voorbereid en staat iedere dag vanaf 12 uur in de middag tot de volgende ochtend 7 uur voor u klaar. In het weekend zijn wij 24 uur geopend. Wij hebben een hart voor de spoedzorg en zetten ons dagelijks in voor u. Ons team is er om uw verblijf bij ons zo prettig en aangenaam mogelijk te maken. Door te bellen met ons gratis telefoonnummer 124 kunnen onze artsen de urgentie inschatten en uw komst voorbereiden. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet jullie van harte welkom. Ik ben Krishna Lakpat. Vandaag sta ik hier met mevrouw Harriette Melgert. En zij is ook een gemeenschapswerker. Mevrouw Harriette, hoe gaat het met u? Nou, met mij gaat het goed, want het moet goed gaan om het leed wat er is op te vangen. Ja. Maar met Gods wil gaat het wel. Ik krijg genoeg bemoediging, teksten van mensen. Ik ben jullie dankbaar. Want dat moet het zijn nu aan de dag dat we samen bidden en elkaar bemoedigen. Ik ben blij dat u er bent. Omdat ik weer heb vernomen dat men voor de zoveelste keer heeft ingebroken aan de, wat voor weg is het weer? Gemeenelandsweg. Gemeenelandsweg, ja. AOV. Van hieruit wil ik de mensen... Odi alasma, mi lobono. Fuja uit, mi wan leggen uit dat ana eerste lees a cassetteband en lolo. Dat je mij breken in. En dat je mij gewang aan computers, aan laptop. Ana eerste lees dat je man breken in naar Gravenstraat. Zodra je man de dichtbij voor een item, dat je mij breken in. Je man tak alla laptop kwee. Maar mo tegi de arkima. Ik ben voor één ding smaak, sa eko suke money, van attack maar mevrouw Melgers, dan ga papieren, dat is mijn roko. En als een bad niet is, maar dit drapen mijn leke luko. Maar zo begin zo zo stapel papieren. En ja, zo doen dat zo stapel papieren. Teko teke je money kaarta,
dat je mij gaat iemand dat gewoon schrijft voor hoe of in je comfort. Dus als je voor een computer, laptop, minder begrijp. Maar ondanks de man lang dat dat die laptop voeren, dan moet je tegen minister voor financiën dat je dat in lange money in hebben mooi. Dan moet je actie samen met meneer Amoxi, minister Amoxi, de kuluku even zegt zijn bank, postbaar bank. Omdat alle man, alle papieren, dus heb deze man registreerde deze man, dat de papieren gaan naar Surinaamse bank. Dat jij gaat naar Surinaamse bank, dat Surinaamse bank, hij pot deze man, die kies wan een fase aanneem, wan een procesverbaal. Toch? Die kies een procesverbaal, dat deze man gegevens hij kon ja. Dat deze man gegevens kon ja, dan in een computer die doen, of laptop. Die mij gaan in wan schrijf, dat die mij doen of in een comfort. Maar aangezien laptop naar een computer voeren voor de zoveelste keer, dan laat ze het anders aanpakken. Laat ze contact maken met Bronto. Hij kan mensen goed betalen, uitbetalen bij overuren. Ik kan met deze man met overuren. En wat ze, laat ze gaan checken wie die mensen zijn. Die mensen zijn daar ook geregistreerd. Toch? En Postbaarbank kan precies zeggen waar ze zijn gestopt naar het einde. Toch? Dus dat kan makkelijk achterhaald worden. Nu wat leggen we, sorry, wat sanning. Dat zo de man, mevrouw van sociale zaken, die minister moet zijn, je moet leg je wat aan uit, na zou je tak naar deze man. Kijk, na zou je tak naar deze man. Ja, want ik zag ook daarnet, ja, geen monikata. Geen monikata, maar aan ik ook, deze man is ook, deze man is hier, vanaf januari 2024 tot heden, geen monikata. Monikata, nieuwe monikata is over de maanden januari tot en met april 2024. Dus, zijn er mee herhalen aan, omdat deze man een kruis trouwen, 10 maanden langer dan ik kies financiële bijdrage. Meneer Truideman, bij IBC, het is een beetje verwarrend, dat me wel lekker volk uit. Als ik de bel met mijn accident, wie ben je? Je bent geen monikata. Wie ben je dat je dat mina beperking of mina 1800 of mina zwakke huishouding of mina kinderbijslag. Dat ben jij. Die monikata na een pinpas. Denk je aan beschikking? Dan de ikonja. Want bang ik zet er alasani. Je lang je beschikking, dan je kies aan karta. Een karta neemt pinpas. Maar die kare monikata. En zei de man, ik doe 10 maanden lang de man het kies money. 10 maanden lang. Dan nou deze man moest de bel deze man kon herregistreren. Dat was een takkie. De moon samsa, nou de man het kies money. Zeg zang aan money dat hij. Minister van Financiën, wat gebeurt met dat geld? U zegt elke maand zorg ik ervoor dat amoni ik de deur uit. Maar je hebt mensen die 10 maanden niet zijn uitbetaald. En die worden ze opgeroepen voor herregistratie. De ammonie voor de 10 maanden. En het is, we spelen ermee, toch? Maar we hebben, daar stap ik even over naar IMF. Want daar heb je ook een governor van de bank. Die zegt ze hebben geen bemoeienis naar sociaal controle. Ze hebben punten aangehaald waarop ze moeten letten, toch? IMF tegen die. IMF dacht, hoe even wat bezuinigen, laat me duidelijk zijn naar het volk. Want de man dacht niet bemoei voor controle, voor de portieman. Kan die een governor niet begrijpen, zei IMF dacht. Omdat 2023, een vrouw geeft aan dat de regering misabi dat deze man kies de money. Want toen ik kies, wat toen ik kies, schreef hij, met je een kans. Dat na 2023. En nu, 10 maanden daarna, de man kies wat goedkeuring. Die 2023, Anastasia, medewerker voor IMF, en een medewerker, IMF,
is één takje dat aan het boom. En wij zelf weten als Surinamers, de VP, zowel de president, alle ministeries, heel Suriname, ze weten dat er fraude wordt gepleegd. Niet mevrouw Melgers heeft het gezegd, in het assemblée hebben ze het gezegd, meneer Santokki heeft het gezegd, meneer Brunswijk heeft het gezegd. Alle ministeries hebben aangegeven dat er een probleem is bij een sociale zaken, toch? Dan vaak goedkeuring vinden plaats. Want ik ben naar volk, dat schreef ik vanaf januari 2024 tot heden, de mannenkieskaarten. Dat is in de stad. Maar nu wat er speelt, ik heb de mensen niet gezegd laten gaan, waarom? Een emotie deed. En ik hou niet ervan om mensen in beeld te houden. Een emotie deed zodanig, die mensen hebben geen kinderbijslag gehad, die mensen hebben geen, kinderbijslag gehad. We praten over die 1800 en zo, die mensen hebben de gelden niet gehad. En kijk hier tot heden. Dat is in de stad. Je man zou het kies money en thee. Het kies money aan money zo. Toch? Dan wil ik even naar het binnenland gaan. Governor en zowel minister van Financiën. Bent u op de hoogte? Want u zegt u stuurt de gelden. En dat heeft een Anastasia van IMF ook gezegd. Het volk moet via website overzicht hebben van welke districten worden uitbetaald, wie heeft gehad, wie is aan de beurt. Dat moet men vastleggen voor ons. Maar dat is er niet. Eén ding heb je, die vastlegging. Corruptie, er is geen geld. Corruptie, de mensen hebben geen gelden gehad. De mensen hadden een klat in het leven geroepen. Ze hebben het weer ingetrokken. Ik weet niet waarom, wat de reden is. Binnenland, boven Suriname, daar hebben de mensen 4 jaar, de zittingsperiode toch, 4 jaar geen gelden gehad. De inheemse hebben 2-3 jaar geen gelden gehad. De Lomsawa inheemse dorp, ze hebben gelden gegeven. Het kapitein zegt, dat is een soort money, die man die die man. Dus dat gebeurt er momenteel. En daarom, ik ga een bandje voor u sturen, dat het volk weet, misschien kan je het ook voor ze vertalen, het is in het Engels, dat het volk aanhoort wat IMF gezegd heeft. Space gets used, and that's a very important question. It's important to spend money on social protection. And this is one area where the results have been disappointing. Social protection should never have been an afterthought. In fact, when the IMF has recommended the removal of fuel subsidies, phasing out of electricity subsidies, and other measures, on one hand, at the same time, there was supposed to be support for the population in terms of social protection programs. We have a floor. I don't know if people realize this is the area where the fund asks the government to spend more. It's a very different line item compared to all the others. In others we say, let's consolidate. In this one we say, please spend more. This is where there has been some underperformance, unfortunate underperformance, and efforts should be stepped up to meet the targets for end year, and also to make sure that the money reaches to the right people, and that the value of those payments are not eroded by inflation. So we have had those discussions with the president, and he is planning to take this situation to heart. We also asked for more transparency on social protection spending, so that the Ministry of Social Affairs publishes on its website how many households in each district received the payments, so that there is also accountability to the public, and also explain on the website who is eligible, so that the person reads and says, I'm eligible, why didn't I get it? So there should be accountability for this. And of course, to spend money wisely on infrastructure, that's another important goal. Space gets used, and that's a very important question.
it's important to spend money on social protection. And this is one area where the results have been disappointing. Social protection should never have been an afterthought. In fact, when the IMF has recommended the removal of fuel subsidies, phasing out of electricity subsidies, and other measures, on one hand, at the same time, there was supposed to be support for the population in terms of social protection programs. We have a floor. I don't know if people realize this is the area where the fund asks the government to spend more. It's a very different line item compared to all the others. In others, we say, let's consolidate. In this one, we say, please spend more. This is where there has been some underperformance, unfortunate underperformance, and efforts should be stepped up to meet the targets for end year, and also to make sure that the money reaches to the right people, and that the value of those payments are not eroded by inflation. So we have had those discussions with the president, and he is planning to take this situation to heart. We also asked for more transparency on social protection spending so that the Ministry of Social Affairs publishes on its website how many households in each district received the payments, so that there is also accountability to the public. And also explain on the website who is eligible, so that the person reads and says, I'm eligible, why didn't I get it? So there should be accountability for this. And of course, to spend money wisely on infrastructure, that's another important goal. Maar wij hopen dat het wel goed komt en dat dit wel de regering toebereikt. Ja, mevrouw Harriette. Zoals we dan naar het filmpje hebben geluisterd, of hebben geluisterd. Maar ik heb toch ook een vraag. Wat about de mensen die al geld kregen op hun moneycard? Krijgen ze nu door of is dat ook gestopt? Alles is gestopt. Dus voor 10 maanden ook alles gestopt? Alles gestopt. Ze hebben gezegd, ze hebben geen materiaal om nieuwe moneycards, dus die pinpasjes te maken. Hier. Dus sociale zaken moet materiaal sturen voor postpaarbank, zodat ze de kaarten kunnen maken voor de mensen 10 maanden lang. Maar ik heb wel begrepen dat ook postpaarbank zo handelt, omdat het daar de overheid heeft de schuld om postpaarbank te betalen. Maar het gaat om het wegkwijnen van de mensen. Laat de mensen dat je kan vertalen, vertaal het voor de mensen. Waar? Anastasia zegt, al wil je bezuinigen, Libisma, IMF Taki, wie is die man want bezuinigen? Ga je wat gas, zal die man want doen, want ik wist uno. Maar uno let porti wang, atak akaruno, faring akaruno, a groep. Anyhow, een zwakke huishouding, yeah. De zwaksma, dat UNO nog mag leiden onder. Dus zij aan governor Taki, ik min een sap of een jumpo in een botto, en dan haal ik eruit aan de vast van de allemaal over de IMF, dat ze een deal zijn aangegaan, toch? Ze hebben geld geleend, maar ze weten niet eens waarover het gaat. Want Anastasia dat min een boel mooi, zo. Maar de man moest kiezen de money. Want misabat kon ik niet mijn money. Ze heeft het gezegd. Dat is 2023. En nu weet heel Suriname en ieder weten dat er geen geld wordt gegeven. De mensen met een beperking. Waar een, ik druk op die beperking. Omdat een zwakke huishouding is ook heel belangrijk. Alles is belangrijk. Maar de mensen met een beperking hebben soms een medisch achtergrond. Die gaat dat er. Die hebben gedialiseerd. Die hebben bijdrezen. Die een paar taxi voor Tjadien gedialiseerd. Want dat is ook weggenomen. Want toen de tijd hadden ze vervoer dat je mee kan doen. Dus het is een hele rommelige pui. En wanneer je kijkt naar de berichten van de mensen die erbij zaten, die Anastasia Taknanga denkt, toch? Dan zie je duidelijk dat ze langs elkaar heen praten.
langs elkaar heen praten. Dat is al een bewijs dat Nasoso lying king. We hebben een brief geschreven voor meneer B. En meneer B was ook aanwezig in een gesprek. Wat ik allemaal zeg is vastgelegd. Toch? Is we hebben een brief geschreven. Meneer B, dit en dit maken we mee binnen een gemeenschap. Kaar alle de ministerie. De oppositie en de coalitie hebben ook een brief gehad. Om, want het is een ramp. Om verantwoording af te leggen waar de gelden zijn. Zowel babyvoeding, als de verzekeringspatiën die nog stroef lopen, bij ons niet, stroef lopen. En de monikatas. Er is niks van terechtgekomen. En dat vind ik heel erg. Dus me wat tegen de Arkimaas, die mij leg uit, die leghorens. Zij het kadistrik minister. Toch, ze moeten beter gaan duiken in de papieren van IMF. Wat bedoelt IMF? Ja, we bezuinigen, maar we bijbeginnen dier wat niet. Terwijl wij zijn we zelf in gevaar, want we rekenen nou een ambulance heeft ze op brandweer. Maar er zijn een paar mensen die denken dat ze hoog zitten en onszelf van de weg kunnen duwen. Begrijpt u? Dus dat is een om en bij wat speelt. Ik dacht van, laat me u hier brengen. Dat u ziet waar sociale zaken is. U ziet hoe de afspraken worden gemaakt. En u ziet ook geen monikatas ingaande januari 2024 tot heden. En hier heb je weer over de maanden januari tot en met april. En de mensen hebben hun gelden nog niet gehad. 10 maanden niet gehad. In het binnenland 4 jaar niet gehad. Boven Suriname, de kapitein staat in de warentijd. Ook niet gehad. De inheemse demand sluipen we even. Die de mama money. 3 jaar lang is behoorlijk veel geld. Maar ik ging 5000 naar mijn breed. Dus ik zei tegen de kapitein. Op teramoni gides man en in magostero. Dat gebeurt nu in Suriname. En de mensen die toch af en toe bij café de money krijgen niet meer. En dat is zielig en dat is triest. Daarom heb ik u gevraagd, zou ik komen? Ik heb de mensen gezegd, laat ze gaan. De mensen zijn emotioneel. En deze mensen vallen zakken neer vanwege beroerte. En er zijn geen medicijnen. En ze kunnen niet komen aan een verzekeringspatje. Want de politieke partijen zijn bezig in hun eigen territorium om sociale zaken te maken. Alle departementen van de ministeries hebben om sociale zaken. En wat gebeurt er? De mensen die in de zon staan en doen alsof het moet gebeuren, die komen niet aan bod voor een verzekeringspatje. Dus ik weet niet wat er verder gaat gebeuren. Ik zei, er is een optie. Het gaat om Surinamers. Dat men desnoods een onafhankelijk team in elkaar zet. Een onafhankelijk team. Waaronder de politieke partijen die zich hebben opgegeven voor de verkiezing. Dat ze samen aan tafel gaan. Want nemen ze over, dan gaan ze in een grote team. Dus dat hebben ze allemaal. Dus dat is een mensen. Er is ook geen babyvoeding, dus we gaan weer moeten bedelen. Holland, als je luistert, we gaan weer kloppen aan jullie deur. Want de directeur van Volksgezondheid heeft mij persoonlijk gezegd, mevrouw Melgers, de regering heeft geen geld voor babyvoeding. Dan heb je moeders die medicatie innemen, toch? Of zijn geopereerd en hebben een booster medicatie, het mogen geen borstvoeding. Die moeten gratis voeding krijgen en naheen. De mensen lopen rond. Ik vind het heel erg wat er gebeurt binnen Suriname. Ja. Dus dat wil ik aangeven. Als u wat heeft, dan mag u vragen. Maar het is triest wat er hier gebeurt. Dit is niet de eerste keer dat men inbreekt in dit kapotte gebouw. Toch? En als men zo vaak inbreekt, dan moet je camera zetten. En dat is steeds dezelfde cassette recorder van Gravenstraat. Van ja, we hebben een... Er is ingebroken, alle computers zijn weg. Wel, minister Amoxi, je zegt je gaat me achtervolgen. Ik zou u vragen, ik achtervolg u. Maar doe een onderzoek. Bron te houden van overuren betalen, flink overuren betalen, betrek hem bij. En laat ze daar de mensen uit het systeem halen van Postbarba. Ik vind het heel erg dat de mensen weten wat er gebeurt, maar ze schuiven een IMF. Ze hebben IMF niet goed begrepen, want je moet rekening houden.
IMF niet doen naar money, IMF alleen nog aan money. Dus wat gebeurt er? We lassen. Want in de normaal bij IMF, waar gaan ze? Aan onze rijkdom. Ja toch? Maar mevrouw Melkerts, we hopen dat wel alles goed komt. Zoals we zien, zijn er wel camera's. Dus, het ligt niet aan de agenten om hun onderzoek te doen. Maar mevrouw Melkerts, dat van IMF, hoe kan het zo zijn dat ze ja, nou niet goed hebben gelezen? Is het een valse argument dat ze willen voorbrengen naar het volk toe? Of zien ze, denkt u wel van oké, het kan gebeuren? Kijk, ik vond het al vreemd dat men steeds zegt, zowel Santokki als de rest, het gaat goed in het land, het gaat goed. Ik dacht, waarover hebben ze het? Het gaat goed in het land. Zijn de afspraken die ze hebben gemaakt met IMF, verhoging en bezuiniging. Het gaat niet goed, maar zij zien het, dat het goed gaat. Maar het gedeelte van, ik heb in Sanabandi, waar Anastasia, de vertegenwoordiger van IMF, kenbaar maakt. De mensen mogen niet eronder lijden. Je mag bezuinigen, maar deze mannen mag pina. En daarom hebben we een brief gericht. Straks ga ik even bellen, want ze hebben wel een nette brief teruggestuurd. Het heeft ons aandacht, u krijgt reactie. Maar we hebben gezegd, we willen niet met mevrouw Kramer praten, die momenteel daar zit in het gebouw, vertegenwoordigd. Ja. We willen met Anastasia praten. Zijn de oorzaak naar Anastasia? Omdat Anastasia sabe running, a running back. Toch? Dan kan ik wel tweede, maar want dat is ook gebeurd binnen haar regering. Ze hebben amateurs daar gezet, toch? Die het werk niet kennen. En we vallen allemaal in een grote keur. Nee. Dus ik ga straks even kijken hoe het zit met Anastasia. Ik heb ook contact gemaakt met meneer Riet. We gaan zitten aan tafel. Ik heb hem gezegd, je mag zoveel grondenrechten zaken regelen. Maar als alles is geregeld, heb je geen volk meer, want ze zijn allemaal dood. Want ze krijgen geen geld, ze zijn vermagerd. Dus beide kanten moet je tackelen. Dus dat is het. Mevrouw Harriet Melgerts, dank u wel voor uw verduidelijking in het probleem van IMF. En ook dat zich nu voordoet bij de sociale zaken. Wij hopen dat het niet meer gebeurt en hopen ook dat alles goed komt. Want 10 maanden lang geen geld krijgen is ook een probleem voor de mensen. Vooral de mensen met beperking. En ik wil het nog een keer herhalen. Minister, jij bent verantwoordelijk voor de gelden van Suriname. Je kan niet zeggen, ik geef sociale zaken dat geld. En je hoort de noden dat er allemaal is. Je zit in een assemblee wanneer ze praten over die fraude. En je zegt gewoon, dat is niet mijn teamzaak. Met andere woorden, een vingerwijzing. Je dient de mensen van sociale zaken. Ja. Te roepen om te vragen per amoïde. Dus daar is een foutieve handeling. En die meneer die daar zit met zijn mooie jas en das, gaat u goed bestuderen wat IMF bedoelt. IMF heeft jullie eigenlijk gesmeed een lid op zwakke doelgroep, een lid op doelgroep, leider ronde, de poort is maar leider ronde, je mag dus aan je wanneer, want we sabi dat deze mannen kies money, IMF weet het. En daarom hoor ik straks wat ze me allemaal zeggen. Dan gaan we contact maken met Anastasia. De noos komt Anastasia in het land. Dan gaan we Anastasia begeleiden. Ik wil nog een keer zeggen aan het volk, ik tackle Suriname niet, want ik ben zelf Surinamer. Maar we weten niet, we zijn aan ons lot overgelaten. We weten niet waar we naartoe moeten gaan. En als er dingen zijn vastgelegd, dan gaan we gebruik van maken. Ik hoop dat je het baantje vastlegt, misschien kan je het vertalen. Ik kan dat je in een tongo, ligt dit maar verstaan. Zijn IMS een bedoel. Ja, we zijn beschermd. Met andere woorden, ik deal met jou. Maar onder één voorwaarde, afvolg nog maar pina. En afvolg geen pina. Dus dankjewel. Ja. Kijkers, u heeft het gehoord, dat was mevrouw Harriet Melgerts. En zoals u ziet, zijn er ook heel wat problemen nu gaande bij sociale zaken. Maar kijkers, wij hopen dat dit ook goed komt. Ik ben Krishna Lakpat en ik dank u voor het kijken. Kijkers, zoals we zien zijn er ook heel wat mensen gekomen voor hun mini-kartas.
maar ze kunnen dat niet indienen omdat er ingebroken is bij sociale zaken. Ze zijn ook komen aanvangen, maar dat kunnen ze ook niet doen, want sociale zaken geeft aan dat ze naar Postbarbaan moeten gaan. En er zijn heel wat problemen gaande. Dus mevrouw Melkert is bezig wel met de mensen te praten, zodat zij wel voor nu gerust blijven, maar dat kan ook niet heel lang. Maar wij hopen dat het wel goed komt en dat dit wel de regering toebrengt.